Joneef, ben ietsje later, werd staande gehouden in de eerste ronde. Beelden uit het nieuws van de afgelopen week met de vraag, waar gaat het over? Voor Peter en Soendos. Nou, dit is momenteel het stadhuis van Tilburg. Ja. Corona. Tweede golf komt er waarschijnlijk aan. Nou ja, 100% denk ik wel, hè? Ja. Die komt er gewoon lekker aan. De zorg, die zit natuurlijk weer met de handen in het haar. Ja, ik doe niet meer mee. Dit is Engel, Willem Engel. Een dansleraar, laten we dat vooral benadrukken. Ja, en witte mannen met dreadlocks moet je sowieso niet vertrouwen. En Famke Louise, die krijgt heel veel over zich heen. Maar zij is wel de enige die er wel zat, hè, bij Jinek. En die de comments niet heeft uitgedaan. Nou, ze zat er, punt. Ze ja. zat er, punt. Ja. Ik, vind ja. ook, ik ben met je eens dat we moeten... ik voel ook een beetje mededogen van haar. Ja. Want je krijgt bij haar, dat meen ik oprecht, ook een raar soort loverboy-vibe. Niet in seksuele zin, maar in artistieke uitbuiting. Dat ja. ik denk, wie staan daar omheen? Wie begeleidt haar? Dat ze, maar laten we eerlijk zijn, dat je een betoog hebt voorbereid. En je hebt dat mee. En je eerste zin is, ik heb superveel respect voor corona. Hoe kan het misgaan bij de eerste zin? Ja, het leuke is als je zegt, ik heb heel veel respect. Normaal doe je dan ook dit. Maar als je corona hebt, dan is dat echt, kan dat dodelijk zijn. Nee, maar die mannen die het allemaal zijn begonnen... Ja. Hè, dat zijn volwassen kerels, het is wel een meid van 21... die hebben allemaal hun comments uitgezet op Instagram. Die hebben dat filmpje weggehaald en die zijn allemaal stil. En dat vind ik wel echt... echt heel heftig. Busy, ja, die heet straks, denk ik, Rustig. Die heeft straks ook geen werk. Die moet ook zijn naam veranderen. Maar ik vind dat echt, echt... Ja, ik vind dat heel, heel slap. En ik bedoel, ik wil meegaan in het mededogen voor Famke Louise. Het wonderlijke is dat... Ik heb net nog even gecheckt. Die heeft dus 1 miljoen volgers op Instagram. 22.000. Dat is minder dan 1 miljoen, Harm. Ja. En er is een bepaald gedeelte van Nederland die nu naar mij zit te kijken en denkt, wie is dat? Weet je wel? Dus in die zin... 1 miljoen mensen zo. Nee, maar 1 miljoen mensen die... En daar gaat de discussie volgens mij over. Ja, in hoeverre ben je volger van iemand? Betekent dat je alles wat diegene zegt ook doet? Of denk je dan ook zelf nog na? En maar daar gaat de discussie nu natuurlijk over. En ik ben het met Peter eens, het gaat erom wie je begeleidt. Want ik zag een beeld dat zij werd opgewacht door iemand van Pauw Nieuws. Ja. Ja. En toen sloeg ze een microfoon weg. En toen kwamen er opeens 3 meiden bij. En die zeiden, ga weg. En toen, ik had het idee dat dat dan het soort managementteam was. Nee, ze heeft ook allerlei strubbelingen met management. En dat is ze kwijtgeraakt. En weer nieuw management. Dus het is van alles. Dus wie dat briefje ook geschreven heeft voor haar. Ik weet niet of ze dat zelf heeft gedaan. De mea culpa bedoel je, dat briefje? Ja? Ja. Dat, of nou, dat zijn twee woorden die te moeilijk zijn, Peter. Ja. Wat betekent dat? Nee, dat briefje, ik heb respect voor corona. Oh, ja. Ik weet niet of ze dat nou zelf had geschreven. Het is, dat is dat in jezelf geloven. Ja. Dat ten eerste dat je bedenkt, we gaan de wereld verbeteren. Hoe gaan we dat doen? We gaan een hashtag beginnen. Dat is toch al het allertreurigste. En dan wees een volwassen persoon. Weet je, ik doe niet meer mee, tik gewoon een lantaarnpaal aan, zeg buurt vrij voor de hele kliek. En het is ook zo, vroeger had je Atje bij Paul de Leeuw. Ja. En in het begin waren mensen heel boos om, want die hadden niet door dat het een typetje was. En ik begin steeds vaak het idee te krijgen dat wij gewoon heel veel Atjes hebben. Ik weet gewoon niet meer, is dit echt, is dit een typetje? Leven we in een hele zieke simulatie? Ik kan er niet over uit. Gewoon dat artiesten opeens begaan zijn met de wereld zodra hun portemonnee wordt geraakt. Dat vind ik ook zo extreem. Kijk, Famke Louise, die was altijd al maatschappelijk betrokken. Hè? Die had een nummer over de economische crisis, op mijn money. een aanklacht tegen milieubeleid. Hè? Vroom, 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 vroom. Die zat er altijd al. Is dat een nummer? Vroom, vroom. Maar ja, ze hadden nog, hè, want ze hadden niet alleen hashtag ik doe niet meer mee, maar ze hadden ook nog Free the People. Ja, Free the People. Free the People, ja. Die was natuurlijk ook fantastisch. Helemaal toen er een influencer was met 100 volgers maar liefst. En die meedeed, die maakte ook een statement. En die zei dus van, jongens, ik doe niet meer mee. Free the People. Ja, die vrouw die heeft ook echt... Ik hoorde die boodschap. Free the Piemel. Ik dacht, ja, ik ben erbij. Het is eindelijk een groepering. Ja, samen krijgen wij de overheid eronder. Met mijn piemel? Zeker wel. Ook dat gedeelte. Maar we hebben gewoon vragen. We hebben gewoon vragen. Ik denk, had hij gesteld op school. Ja. Maar
maar Femke Louise heeft wel 1 miljoen volgers. Maar hoe komt ze aan al die volgers? Vroom. Daardoor? Ja. Nee, maar ze is wel een cult. Het is een knap meisje. Het is wel hartstikke tof. Echt? Ik vind het echt leuk. Heb je haar concert gezien? Het is echt leuk. Ja? Ja, maar ik heb ook geen smaak, want ik ben een ordinair wijf. Ik vind dit ook mooi. Ik heb gewoon mijn klit mee. Die armband is ongelooflijk. Ik heb dus nog nooit iemand ontmoet die dan bij de kermis met zo'n grijpen dat gelukt is. Maar jou dus blijkbaar. Grijpen zelf. Het doet mij denken aan de Jamin. Wat je dan zo heel wat je vroeger zo... Ja, dat gaat te ver. Nee, maar ja, die mensen... Ik had ook deze week... Maar nog even daarover dan, Peter. Wat vind je ervan? Want dat vind ik dan wel lastig eraan. Dat het inderdaad de dag daarna is... Nee, ik ben het er toch niet mee eens. Ja. Ik ga me laten educaten. Ja. En dan opeens draait het opeens om. Het gaat allemaal binnen 3 dagen. Dan gaat het inderdaad... Maar we moeten ook haar een beetje met rust laten. Dus je komt er ook nooit tussen. Nee, ja. Het is toch goed dat ze het gedaan hebben. Ook al was het dom. Ja, dat, ja. Wordt allemaal gezegd. Ja, maar dat kreeg ik dus ook door die draai. Nu zitten wij opeens met allemaal vragen. En daarom, ik heb ook een briefje meegenomen. Dit is wat vragen voor de appgroep van Willem Engel. De eerste zou ik graag willen zeggen, ik heb superveel respect voor BN'ers. Dank je, Peter. Ja, ik ontken ook niet dat ze bestaan. Ik had een paar vragen. De eerste, hebben we in dit land wel 70 bekende Nederlanders? Wat zijn de criteria van deze appgroep? Waarom zijn Jan Jaap en ik niet uitgenodigd? Nee. Zit Wibren van Haga van Forum voor Democratie ook in deze groep? Want die zei vorige week tijdens de algemene beschouwingen, en ik citeer, het is echt waar. We hebben de beste DJ's ter wereld. En de hele wereld kijkt met bewondering naar ons. Niet alleen naar DJ Chesto, maar ook naar je broer, Bissy en Lange Frans. En dat zijn alle mensen die een week later... En de hele wereld kijkt met bewondering naar Lange Frans. Ja. Dat is een gesprek wat je vaak hebt met een taxichauffeur. Oh, Joop van Holland, Johan Cruijff, Hashish, Long French. Dus Lange Frans is volgens Wibre van Haga een exportproduct. Dan is mijn volgende vraag, hoe snel kunnen we hem exporteren? En mijn laatste, belangrijkste vraag, waarom gaat Raymond van Barneveld weer darten? Kan iemand mij dat uitleggen? Ik heb ook een briefje. Nou. even serieus. Ik ben echt even goed boos geworden. Bij die hashtag ik doe niet meer mee. Want ik vond het gewoon selectief activisme, noem ik dat. Je bent nog nooit in je leven heb je uitgesproken over onderdrukking, elke vorm van onderdrukking. Maar nu je niet meer snabbels hebt in het weekend en niet meer op Insta-stories kan laten zien dat je champagneflessen aan het poppen bent in de club, ben je boos. En dat irriteert, want het is gewoon egoïsme. Het is hartstikke egoïstisch. Wat jij net ook zei, dat hele ding van... wij willen kritische vragen stellen. Die mensen zeggen over ons en over mij bijvoorbeeld... dat wij geen kritische vragen stellen. En het ergste, en daar had jij het net over, vond ik de Free the People. In de tijd met Black Lives Matter, met Moria die letterlijk in de fik staat... kinderen slapen op straat. En dan ga jij, omdat jouw snabbels... in het geding zijn gekomen dat je daarom Free the People gaat gebruiken. Schaam je, schaam je, schaam je. Dat was het. Tekening van mijn kind. Oh. Jullie zeggen nu all, maar ze is 18, dat kind. Dat is... ja. Tim Douwsma is mijn zoon. 28, nou joh. Kijk maar, mijn 28 nieuw poppetje. En jouw kind heeft jouw armband ook gemaakt. Oh, yes, ja. Nou, ik vind het een mooi einde van de eerste vraag. Ja. Het ging over de tweede golf. De tweede golf is een feit. Er komen elke dag weer een record aantal besmettingen bij. En de IC's liggen net zo vol als half maart. Tegelijkertijd lijkt het draagvlak voor de maatregelen af te nemen. Begin deze week deelden influencers nog een filmpje met de hashtag ik doe niet meer mee. Ze kregen veel kritiek en onder andere Femke Louise en Bizzy trokken daarop hun steun voor de actie. Weer terug. Jeetje, Mina, als we echt weer terug zijn bij half maart, dan komt potverdorie volgende week dat coronalied weer uit. Femke Louise heeft wel pijnlijk zichtbaar gemaakt wat de gevolgen zijn van de crisis. En met de crisis bedoel ik het lerarentekort. Voor uitgerangeerde BN'ers als Gordon en Petty Bart heb je de hashtag... ik doe al een tijdje niet meer mee.